De meest opvallende outfit van de dag. Ja, na een veelbesproken uitspraak van Joe Biden, waarin hij Trump-aanhangers afval noemde, verscheen Donald Trump gisteren als volgt op het podium. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. Ja, hij kwam hiervoor ook aanrijden in een vuilniswagen met logo's van de Trump-campagne erop. Hij omarmt dat hele afvalthema dus eigenlijk. Ja, dat is wel toch slim, of niet? Goed gedaan, niet zo slim van Biden, hè? Dat deed Hillary Clinton dan ook. Hè? You know, deplorable, zei ze toen. Weet je, niet zo slim. Nee, ja, campagnetechnisch goed gedaan, denk ik, toch? Staat hem ook wel, toch, Tessie? Nee, het kleurt lekker bij zijn gezicht, hè? dat is wel zo. Hij blijft, het is ton sur ton. Nou ja, oranje is en oranje. Vlek op vlek is dit. Het is wel interessant dat zo'n uitspraak dan toch weer helemaal gekaapt wordt en nu dus een soort verkiezingsonderwerp is. Ja, natuurlijk heel slim om van het campagneteam om meteen daarop op deze manier in te springen. En daarvoor was natuurlijk die foute grap gemaakt over Latino's bij die Trump rally. En het leek erop dat Harris pakte dat meteen op. Dus dan draaide het weer richting Harris. En wat ze nu doen is die uitspraak van Biden meteen omdraaien en voor eigen gewin. En interessant, hij zegt heeft over 250 miljoen Amerikanen. Dus dat aantal waarvan hij zegt, die staan achter me, wordt ook steeds hoger. Dus dat is ook slimme campagne-retoriek. Ja. Maar hij is wel de gewone Amerikaan. Hè, door eerst bij de frietjesmachine van de McDonald's te gaan staan, nu dit. Hij appelleert daar heel erg aan. En ik zat net nog even te kijken, maar Nate Silver, dat is een beetje de Maurice de Hond van de Verenigde Staten. Ja, ik weet niet of hij daarmee vergeleken wil worden. Maar een bekende opiniepeiler daar, die heeft de chance of winning van Trump weer iets omhoog bijgesteld. En naar 54%. Oftewel, hij staat daar. Ja, want je hebt tal van peilingen, maar dat wordt gewoon gezien als een betrouwbare, of in ieder geval een peiler die vaak goed zit. Al wordt er wel gezegd dat er nu mogelijk de peilingen beïnvloed worden. Dus dat de vraag is of ze de komende week nog betrouwbaar zullen zijn. Maar goed, hij zegt nu chance of winning staat nu hoger voor Donald Trump. Het is toch ook een beetje kamerloela dat het dan het niveau over afval gaat in de Amerikaanse verkiezingen. Word je ook een beetje cynisch van, heb jij dat niet? Nee, want het gaat hier niet om afval. Het gaat uiteindelijk om die hardwerkende Amerikanen, hè, waar Trump voor zegt te staan. Maar waar je ook aan die democratenkamp, ook met Tim Walz, die dan ook zo'n achtergrond zou hebben. En die geven aan, wij staan voor ze. Dus wie staat nou echt voor ze? En wie heeft het betere ideeën? Dus dit is dan weer het symbool. Dus nee, ik word hier niet cynisch van. Nog een paar dagen, dan weten we het. Het is vandaag in ieder geval de laatste dag voor onze provincie.